Hallo, vandaag gaan we ajam bumbu bali maken. En dan denk je misschien dat lijkt op ajam pedes, maar het is echt een heel andere smaak. Je kunt kiezen tussen een hele kip of kipfilet. En vandaag heb ik voor kipfilet gekozen. Die heb ik al gebraden, dus die kan ik straks zo in de pan gooien. We beginnen met de bumbu. Ui heb ik al klein gemaakt, fijn gemaakt. Knoflook. Ik ben altijd een beetje zuinig op knoflook, maar de hoeveelheid bepaal je zelf. De jahe, de gember, die is vers. Heb ik al gesneden van tevoren, dus nu even helemaal fijn maken. Ik heb zo'n 800 gram kipfilet overigens, dus daar heb ik de hoeveelheden op aangepast. Knerinoten, 4 stuks. Die zijn wat harder, maar we krijgen er wel fijn. Gemalen granalen zou je kunnen zeggen. Ruikt niet lekker, maar hoort er echt wel bij. Alles door elkaar. Ik heb overigens een flink ui genomen voor 800 gram. Ten slotte sambal oelek erbij. Je mag ook lombok doen, maar ik heb altijd liever sambal oelek. De hoeveelheid moet je ook zelf bepalen. Als je niet zo van pittig houdt, doe je 1 of 1,5. Wij houden er wel van, dus wij doen 2. Alles mooi door elkaar. En als alles één mooi geheel is, dan gooien we in de pan. Dan heb ik een beetje bakboter in de pan gedaan om de bumbu te fruiten. Dus die gaat erbij. Daar gaan nog een aantal dingen bij. Ketchup Manis gaat erbij, Cola Java, citroensap of ja, vers of in een potje. Een beetje kokosmelk. Normaal gesproken in de video zie je dat ik alles vers pers zeg maar, de geraspte kokos. Maar als er maar zo'n klein beetje in hoeft, dan kook ik het ook gewoon kant en klaar. En als het nodig is, een beetje water, want de kip moet zo meteen wel ondergedompeld zijn. Nou. De kip eerst erbij. Dus zoals ik al zei, van tevoren heb ik die gebraden. Lekker mengen. Als je de hoeveelheden niet zo goed kent, ongeveer 2 eetlepels ketchup. Ik schatte dat het ongeveer. Twee theelepels Cola Java. Alles mengen. Je kunt er ook zout bij doen, maar ik heb bij het braden heb ik kipkruiden over de kip heen gesprenkeld. Dus zout is dan niet meer nodig. Dat wordt wel erg veel. Het is een beetje kokosmelk. Een kopje is voldoende. Dat maakt het lekker dik zo meteen. Een beetje citroensap. Als je een verse citroen hebt, ongeveer een halve citroen. En dan tenslotte water. Want je moet het zo meteen zo'n 20 minuten laten sudderen. Dus moet het wel goed ondergedompeld zijn. Niet helemaal, maar het moet wel lekker even op het vuur kunnen staan. Ik wacht even tot het kookt en dan zet ik op een heel klein vuurtje en dan 20 minuten laten sudderen. Dus we zien het zo. Nou, de 20 minuten zijn voorbij. Het is klaar. Wij gaan zo meteen lekker eten. We gaan het combineren met rijst en andijvie. En wat jullie ook gaan eten, slang het maar kan.